Het plannetje van Kroisos gaat natuurlijk door gedurende die hele paragraaf 207. En hier zijn we dus in het onderdeeltje 6 daarvan. En even recapitulerend. Het voorstel van de rest was van, nou, laat haar maar naar ons land kopen, dan vallen we er hier wel aan. Het voorstel van Kroisos is, nee, laten we nou maar die kant op gaan. En dan, dan hebben we daar nog een extra plannetje. En dat extra plannetje dat begint met hos gar ego puntanomai. Nu heb je mij hos hier al vaker zien vertalen met nadat, maar hos kan ook betekenen zoals. En dat is hier het geval, want zoals ego ik puntanomai verneem, heb ik het volgende over massagetai eisen. Dat is ook niet zo lastig. Zijn de massageten? Nou, ze zijn twee dingen. Wat ze zijn, staat natuurlijk in de nominatives. Dat is hier apeiroi en apates. Apeiroi is onbekend met, en er wordt een genitivus bij, zie je al, agathon, persicoon. En apates, onervaren in, en dat gaat ook met de genitivus, nou dan heb je hier kaloon, megaloon, dus die vul ik er even bij. Aan zijn de massageten zowel onbekend met Persische goedheden, letterlijk Persische goederen, Persische luxe, als onervaren in megaloon, kaloon, grote schoonheden, grote werelden. Dus ze kennen de luxe en de werelden van de Perzen nog niet. En dit is eigenlijk een soort tussenzin om in het vervolg de zin met die doke ei mooi uit de vorige paragraaf voort te zetten. Dus die ACI gaat hier door en dan is de eerstvolgende infinitivus die je tegenkomt protheinai, voorzetten. Dus het schijnt mij dus, dat is dat on, wat ik hier aan on heb staan, het schijnt mij dus goed dat wij, of dat zij, ja, dat hangt er een beetje van af waar je voor gekozen hebt, dat wij Perzen, of dat zij, jouw volk, de Perzen, voorzetten, nou, dat ze aan wie voorzetten, dat zij dus, dat is dat on, wat natuurlijk on is bij Homerus, voor tutoisi, dativus toisi, dativus andrasi, dativus, voor die mannen iets voorzetten. Wat is dan accusativus apolla, dat zij veel voorzetten, letterlijk vele dingen voorzetten, ton probaton. Van vee. Dat zij veel vee voorzetten. Dat zij veel van vee voorzetten. En dat doen ze dan aphei deos. En hier zie je in het Grieks dat het bijwoord in het Grieks eindigt vaak op os, achter de stam. Dus aphei deos. Ja, ik ben er weer doorheen. Zonder kosten te besparen. Dus aphei deos als uitgang van het adverbium, oftewel het bijwoord. Daar hoort bij katakopsantas, nou psi alpha is sigma alpha eigenlijk, hè? En skaya santas, hier ook sigma alpha van de sigmatische aorist, dus nadat of nadat. Nadat wij het geslacht hebben en nadat wij het bereid hebben. En vaak zie je dat vertalers hier dan dit allemaal gaan aan elkaar koppelen met voegwoorden. Hè, dat wij veel vee slachten en het bereiden en het voorzetten. Maar letterlijk staat er dat wij, en dan hoort daarbij een accusativus meervoud participium katakopsantas, dat wij nadat we het geslacht hebben en nadat we het bereid hebben, veel van vee voor die mannen, namelijk voor het leger van Tomiris, voorzetten. Dus, en dat doen we dan daita, als maaltijd. Dit vertaal ik zogenaamd predicatief. En als ik predicatief vertaal, kan ik heel vaak als toevoegen. En dan pak ik het bij het woord wat in dezelfde naamval staat, in dit geval polla. Als maaltijd. En toi stratopedoi, toi emeteroi. Dan je zie je al allemaal dativi, oi, 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 afhankelijk van en in ons legerkamp.
in het legerkamp, het van ons in ons legerkamp. Dus dan moeten we dus daar een enorm feestmaal neerzetten nadat we dat vee geslacht hebben. En pros daarbij, ook afheideo's, wederom een bijwoord op o's. En hetzelfde als hier, zonder kosten te besparen. Ook zonder kosten te besparen moeten we dan neerzetten krateras, kraters, oftewel mengvaten. Dat zijn die enorme grote Griekse vazen. Ja, dat zijn dan hier Perzische vazen, maar dan een krater ken je waarschijnlijk nog wel van KCV, een Griekse vaas. Oinu akretu, van ongemengde wijn. Dus Grieken mengden de wijn normaal gesproken, maar hier moeten de Perzen het dus van ongemengde wijn doen. En die is dus veel en veel sterker. En ook nog sitia pantoja en allerlei voedsel. Dus daar ligt vee, hè, vlees, dat ze geslacht hebben en bereid hebben. Daar staan kraters die vol zitten met ongemengde wijn en ook allerlei andere soort voedsel. Dus dat moeten ze daar achterlaten. Althans is het voorstel van Kroisos. En dan komen we in 207-7 er zo meteen bij van waar dat allemaal naartoe leidt. Maar even die bijwoorden nog in het Grieks op o's. Slaat ergens op. Ik ga zo verder.